Dank je. Why I march? Why march? Een boel mensen vroegen mij dat. Is dat überhaupt nog wel nodig? Is dat überhaupt nog wel nodig, dat activisme, dat feminisme? Is dat nog wel nodig? Ik kan u niet zeggen hoe vaak ik die vraag gesteld krijg. Ook in aanloop naar de demonstratie van vandaag. Is dat nou nog wel nodig, die vrouwenrechten, die solidariteit? Is dat nog wel nodig? Ja, zeg ik dan. Maar het gaat toch al heel goed met vrouwenrechten, zeggen mensen dan. Ja, misschien in het Midden-Oosten nog niet, maar hier in Nederland gaat het toch heel goed met vrouwenrechten. Ja, zeg ik dan, het gaat gelukkig steeds beter. Mijn lieve oma, die Ali heet, waar ze in het land van mijn Egyptische partner nog steeds heel hard om moeten lachen, dat mijn oma Ali heet. Mijn lieve oma, die Ali heet, die werd geboren in het jaar dat vrouwen kiesrecht kregen. Mijn moeder werd geboren in een tijd dat vrouwen in Nederland nog handelingsonbekwaam waren. Zij mocht geen huis kopen zonder toestemming van een man in haar leven. Zij mocht geen bankrekening openen zonder toestemming van een man in haar leven. Zij mocht eigenlijk niets zonder toestemming van een man in haar leven. In het jaar dat mijn moeder geboren was, waren vrouwen nog handelingsonbekwaam. En toen ik geboren werd, en een heel groot deel van zoals wij hier nu aanwezig zijn in deze zaal geboren werden, was verkrachting in het huwelijk nog toegestaan. Als je als vrouw door je partner werd verkracht en je was getrouwd, kon je naar de politie gaan, aangifte doen, naar de rechter gaan en je werd niet in je gelijk gesteld. Want verkrachting binnen het huwelijk werd niet gezien als verkrachting. Dat hoorde namelijk bij de huwelijkse plichten. Dat is pas in 96 afgeschaft, die wet. Dus ja, het gaat gelukkig steeds beter. Er studeren wereldwijd, bijna in alle regio's wereldwijd, meer meisjes dan jongens. En dat is iets wat we in de hele geschiedenis nog nooit hebben meegemaakt. Ook in het Midden-Oosten studeren op dit moment meer meisjes en vrouwen in het tertiair, dus hoger onderwijs, dan jongens. Dus ja, het gaat gelukkig steeds beter. Maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. 1 op de 3 vrouwen. Dat betekent dat een heel groot deel van ons hier aanwezig geraakt is door geweld. Ik kan er helaas over meepraten, want ik was 1 van die, naar schatting, jaarlijks 200.000 slachtoffers van geweld achter de voordeur. Naar de politie ging ik niet. Ik schaamde me dood. Dus ik verzon smoesjes over mijn blauwe oog. Ik was klassiek van de trap gevallen of had heel onhandig het keukenkastje open gedaan. En ik liep met een zonnebril over straat. De buren waar ik aanklopte toen het echt een keer heel erg uit de hand was gelopen, die deden niet open. Geen van allen. Nee, want vuile was hang je niet buiten. En ach, zo erg zou het toch wel niet zijn. Ik hield het uiteindelijk liever voor me. Tot ik op een dag, en dat is een dag die ik nooit zal vergeten, mijn eigen bloed op de muur zag. Toen dacht ik, en toen wist ik, nu moet ik hier weg. Het is die pijnlijke herinnering die de verkiezing van Trump voor mij en zo ontzettend veel andere vrouwen en mannen met dezelfde ervaring zo beladen maakt. Hoeveel? Dat had ik niet verwacht, maar dat merkte ik nadat ik hier een keer een column over schreef. En ik werd op straat aangesproken en ik kreeg mails en ik kreeg tweets en ik kreeg ontzettend veel post van mensen die dit gevoel herkenden. Ik kon er niet van slapen, ik kon niet eten, ik voelde me fysiek onpasselijk door de winst van een man die was beschuldigd van geweld, die was beschuldigd van verkrachting, aanranding, daar zelfs grapjes over maakte, daar zelfs trots over kon vertellen. Die hele bevolkingsgroepen wegzetten, die muren wilden bouwen, die alleen maar praten over uitsluiting en inclusie, exclusie. Die man die had gewonnen. Dat geweld tegen vrouwen hardnekkig is, dat wisten we al lang. Dat het iedereen kan overkomen, dat geweld niet discrimineert, dat wisten we ook. Maar dat je ondanks dat er grapjes over kan maken, er trots over kan vertellen, erover kunt opscheppen en dan ondanks dat alles toch president van de Verenigde Staten, de leader of the free world kan worden,
Dat kwam heel hard aan. En dan is politiek ineens heel persoonlijk. En daarom liepen mijn moeder en ik vandaag mee met de Women's March in Den Haag. En ook voor hen een shout-out, voor de organisatoren die ook in Nederland, in Den Haag, in Amsterdam en ik las vandaag ook in Roermond, mensen op de been brachten om hun stem te laten horen. Hun stem werd gehoord. En we zien hier nog Washington. Er liepen mensen in Nairobi, er liepen mensen in Beirut, er liepen mensen in Accra. Allemaal om die vuist te laten zien tegen racisme, tegen seksisme en inclusie. Een belangrijke boodschap. Seksisme is geen grapje. En aanranding is geen kleedkamerpraat. De Marokkaanse feminisme Fatima Mernissi, over wie hier onlangs nog een heel mooi programma was in de Bali, die zei ooit: pessimisme is de luxe van mensen met macht. Pessimisme is de luxe van mensen met macht. En ik vind dat een heel krachtige uitspraak. Ik weiger pessimist te zijn. Ik weiger pessimist te zijn. En ik hoop dat u met mij meegaat in dat optimisme. Want we kunnen het ons domweg niet permitteren om bij de pakken neer te zitten. Er staat heel veel op het spel. Er staat misschien wel meer op het spel dan ooit. Ik weet niet of u het nieuws vandaag heeft gezien, maar er waren vandaag in Europa een heleboel nieuwe Trumps bij elkaar om te vergaderen over hoe zij samen Europa kunnen overwinnen. Populisme is overal, ook hier. Er staat wat op het spel. En ik weiger bij de pakken neer te zitten en te wachten totdat ook hier mensen demonstraties gaan organiseren, zoals jij zei, omdat ze zich eigenlijk schuldig voelen, omdat ze misschien niet genoeg hadden gedaan. Dus toen de vacatureoproep kwam vorig jaar, oproep om je te kandideren voor de Tweede Kamerverkiezingen, toen heb ik mijn hand opgestoken. En niet zoals mijn rolmodel Agnes Jongerius wel eens heeft gezegd in een interview, zoals sommige vrouwen geneigd zijn te doen als het erom gaat, als het er echt om gaat, met een grote papieren zak over hun hoofd op de bank te gaan zitten, wachten tot het overwaait. Agnes zei: nee, we moeten uit die papieren zak, we moeten opstaan, onze hand opsteken en de beurt vragen. Zeggen: ik wil het doen. Dat heb ik gedaan. Ik vind het doodeng om de politiek in te gaan op dit moment. Maar ik ga het doen en gelukkig ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik op een hoge plek sta op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Een partij met een lange geschiedenis op het gebied van vrouwenrechten en emancipatie en daar wat hoog te houden heeft. En in die voetstappen ga ik heel graag de Kamer in om van daaruit met dat optimisme en die strijdvaardigheid mensen continu voor te houden dat de strijd niet gestreden is. Mensen die mij vragen: emancipatie, is dat nog wel nodig? Vrouwenrechten, is dat nog wel nodig? Demonstreren tegen Trump, is dat nog wel nodig? Ik zeg: ja, dat is zeker nodig. Want we zijn een heel eind gekomen. Maar we zijn er nog lang niet helemaal. Dank jullie wel.